Saskia Belleman, vandaag start het hoge beroep in de zaak van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. En dat gaat een week duren. Ja, het is ongeveer een week. Uh, we verwachten, vandaag is, is de behandeling begonnen met het horen van getuigen. Uh, en ja, donderdag, vrijdag ongeveer, is het requisitoor de strafeis van het Openbaar Ministerie te verwachten. Uh, de twee verdachten, Moreno B. en Guillermo B., geen familie van elkaar. Uh, zijn eerder door de rechtbank veroordeeld tot uh, 30 jaar gevangenisstraf allebei. Advocaat Dirk Wiersum, uh, zoals we weten, was de advocaat van de kroongetuigen in het grote Marengo-proces. Ja, en er is uh, wat de verdediging betreft helemaal niet hard aangetoond dat deze twee verdachten ook daadwerkelijk de daders zijn. Die vinden, deze twee zijn, uh, zijn onterecht veroordeeld. En al die getuigen die vandaag worden gehoord, dat zijn getuigen die daar iets meer over zouden kunnen zeggen... Uh, er is eerder wel bekend geworden dat er getuigenverklaringen zijn van mensen die zeggen dat zij uh, ja, mensen, zeg maar, de verdachten hebben gezien of daders hebben gezien die niet helemaal voldoen aan de beschrijving die past bij deze twee verdachten. Zo was er iemand die zei dat de schutter een heel klein, uh, bijna een kind was, wat, wat postuur betreft. Ja, daar zit eigenlijk niet een verdachte in de verdachtebank die aan die beschrijving voldoet, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant was het een getuige die op grote afstand uh, het zag, dat kan vertekenen. Tot nu toe verloopt het allemaal nog een beetje moeizaam. De eerste getuige van vandaag uh, bleek niet te worden opgeroepen omdat hij leidt aan een posttraumatische stressstoornis. En uh, ja, de, de, zaak, de hele strafzaak enorm veel extra stress veroorzaakt. Getuige nummer twee uh, is iemand die met een van de verdachten op de dag. Van de Moord op Dirk Wiersum in een huis heeft gezeten in Amsterdam Zuidoost. Um, ja, en daar ging het vooral om de vraag: is Guillermo B wel of niet de hele tijd in dat huis geweest? Want als dat zo is, en de getuige had dat kunnen verklaren, dan heeft hij een alibi. Maar de getuige weet het niet precies meer. Ze sliep, ze had ook daarvoor een joint gerookt. Uh, ze kon het zich gewoon allemaal niet meer zo goed herinneren. Ze dacht dat hij gewoon thuis was, maar het kan zijn dat hij even de deur uit is geweest. Enfin, ze weet het gewoon niet. Ja, en getuige nummer drie uh, wordt achter gesloten deuren gehoord. De reden kennen wij niet. Die is ook achter gesloten deuren toegelicht. Um, het hof heeft vervolgens besloten dat uh, de eerbiediging van uh, de persoonlijke levenssfeer van deze getuigen voorrang heeft boven de openbaarheid. Vanmiddag moeten er nog drie getuigen worden gehoord. Ja, we gaan uh, afwachten wat dat oplevert.